In deze aflevering van No In Agenda Reportage nemen we een kijkje bij het Taekwondo toernooi. Waar op zondag 22 mei werd gehouden in Sportcentrum de Eendracht in Hellevoetsluis. Het Vaantjes Taekwondo toernooi is voor pupillen en aspiranten. Aan dit toernooi doen 5 verenigingen uit de regio mee. En het werd geopend door wethouder De Jong. Zijn Jong! Kom mee! Hallo jongens en meisjes, ik ben Jorina de Jong, ik ben wethouder hier in Hellevoetsluis en ik ben de wethouder voor de jeugd en vandaar dat ik hier sta. En het doet me ontzettend veel plezier om jullie hier te zien. Het is een eer dat ik jullie mag toespreken, want jullie zitten hier uitermate gedisciplineerd. Dat doet me heel veel deugd en zo direct gaan jullie sporten. Dat vind ik ook heel belangrijk. En dit is een hele belangrijke sport, want in deze sport leer je eigenlijk met elkaar te vechten, maar wel met respect. En dat vind ik heel belangrijk, want het gaat er niet om dat je elkaar pijn doet of dat je nare dingen met elkaar doet. Nee, je vecht om te kijken wie het beste de technieken beheerst. En dat betekent eigenlijk dat je ook goed moet opletten dat je op een goede manier je stoten en je trappen plaatst, zodat je niet de ander onnodig vervelend aanraakt, zou ik maar zeggen, en pijn doet. Ik wens jullie heel veel succes. En ik mag de openingswedstrijd gaan aankondigen. Dus ik zou zeggen, laat de scheidsrechters en de aankleders, want dat heb ik inmiddels ook begrepen, op hun plaatsen gaan zitten. Is dat goed? Oké. Werkhouding. En dan gaan we starten. Succes! Na deze woorden van de wethouder was het toernooi geopend. Maar wat is taekwondo precies? Taekwondo, dat is een Koreaanse vechtsport met ingrediënten van het kung fu. Het Chinese kung fu en het Japanse karate. De Koreanen hebben alle leuke dingen hebben ze gekopieerd. En hun eigen sport, taekwondo, hebben ze ook erin samengebracht. En dat is uitgegroeid tot taekwondo. Waar je vooral te maken hebben met veel beentechnieken, in tegenstelling tot de Japanse karate, waar je meer te maken hebt met handtechnieken. Gaat het er daarbij dan om je ze kunnen te verweren of om de tegenstander pijn te doen? Nou, allebei. We leren al onze leerlingen, je komt pas in actie als je moet verdedigen, maar je moet niet zelf in actie komen om iemand te verwonden of wat dan ook. Dus het is eigenlijk een verdedigingssport. Meer in het kader van weerbaarder maken van kinderen en ook volwassenen. Kun je iets zeggen over de spelregels? Nou, het zijn spelregels. En, als wij wedstrijden in taekwondo draaien, dan moet je een zekere beschermingsmateriaal hebben. Dat wordt ook door het Olympisch Comité, omdat wij een Olympische sport zijn, wordt dat voorgeschreven. Dus je hebt te maken met borstbeschermers, hand- en beenbeschermers, hoofdbeschermers, zelf bitjes moet je in hebben en kruisbeschermers. Vandaag wordt er een toernooi georganiseerd. Daar doen een aantal verenigingen uit de regio aan mee. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, wij zijn een aantal jaren geleden zijn we tot de ontdekking gekomen dat wedstrijden op bondsniveau voor een aantal leerlingen, dat de drempel veel te hoog is. Dus wat hebben we toen gedaan? We hebben de zogenaamde vaantjes hebben we toen ingesteld. En dat is eigenlijk dat zijn toernooien waar het niveau lager is, maar die ook als opstap kunnen gelden voor de toernooien op bondsniveau. Dus het is eigenlijk meer een springplank naar het grotere werk. En hoe vaak wordt het georganiseerd? Dat is 3 keer per jaar. Elke vereniging komt dan zo aan de beurt. We hebben 5 verenigingen die in onze pool zitten. Het is meer een regionaal toernooi waar bijvoorbeeld Spijkenisse ook aan meedoet, Rotterdam, Oosterhout en Papendrecht. En die verenigingen die zorgen dat er elk jaar 3 maal zo'n toernooi wordt georganiseerd. En het is een toernooi alleen maar voor beginnelingen en kinderen die weinig ervaring hebben in zowel het sparren als het stijllopen. Ik hoor sparren, ik hoor stijllopen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, sparren, dat is echt het vechten tegen elkaar. En daar heb je 2
mensen of kinderen voor nodig. Of laten we zeggen twee deelnemers. En bij het stijllopen is het meer individueel. Dan ga je figuren lopen. En dat, die figuren bestaan uit trappen, stoten, houdingen. Hoeveel deelnemers doen er mee vandaag? We hebben vandaag 80 tot ongeveer 80 deelnemers. En welke leeftijdsgroep zitten die? Die zitten van 6 tot en met 13 jaar. Na afloop van het toernooi, kun je dan tevreden terugkijken? Ik ben heel tevreden met het ervoor. Of wij zijn heel tevreden, want ik ben niet de enige die het heeft georganiseerd. We hebben het met allen gedaan. En het is een heel leuk toernooi geweest. Dat heb je ook gezien aan de wedstrijden. Wat wij daarvan leren, en vooral onze leerlingen, die kunnen zich weerbaarder opstellen. Die leren hoe ze zich moeten verdedigen. En voor hun is het een stimulans naar het grotere werk op nationaal of internationaal niveau. En daar gaat het om. En natuurlijk viel er voor de deelnemers ook punten te verdienen tijdens dit toernooi. Iedere gewonnen wedstrijd betekent 5 punten. En bij elke 50 punten ontvangt een deelnemer een vaantje. En na afloop krijgen ze allemaal een oorkonde, met daarop de prestaties die geleverd zijn en de punten totaal. En tot zover deze aflevering van 0-1-8-1 Reportage. Wil je deze aflevering of andere afleveringen nog eens terugkijken? Surf dan naar onze website www.0-1-8-1-tv.nl. Nou, ik heb niet gewonnen, maar het gaat om je best doen.